Welkom. Graag stel ik u voor aan onze nieuwe kachel, de Kilo. Zometeen vertelt mijn collega Roel u wat meer over de techniek, maar eerst vertel ik u graag wat over de vormgeving. De Kilo is een zware kachel met veel warmteopslag en bovendien draaibaar. We wilden de Kilo plaatsen tussen de Boxer Plus en de Mats. En met de Kilo is ons assortiment meer één geheel geworden. Ik vind bij de Kilo vooral de vlakverdeling heel erg goed gelukt. Die dikke, zware zijstenen, de bovenkant ten opzichte van de rest van de haard en de deur, is in balans. Kilo is leverbaar in de kleuren zwart, anthraciet en ongelakt. Dat geldt voor zowel de stalen onderdelen als ook de zijstenen. Het handvat van de deur en de luchtschuif wordt standaard in de kleur van de Kilo meegeleverd. Maar je kunt ook kiezen voor een variant in leer. En we hebben gekozen voor natuurlijk gelooid leer, wat prachtig slijt naarmate je het meer gebruikt. Logootje erbovenin, massief gefreesd. Geen lasnaadje bovenop. Dit mooi vlak. De vorm van de Kilo die associeer je niet meteen met een draaibare haard. Nou, hij is rechthoekig. Maar omdat hij smal is en ondiep, leent hij zich wel heel goed om te kunnen draaien. Dat is ook meteen het verrassende van de Kilo, dat draaibare. De Kilo is een haard met een aantal mooie mogelijkheden. Als je hem dan draaibaar hebt, dan kun je tijdens de montage kan gekozen worden of je 90 graden laat draaien, 120 graden of helemaal rond 360 graden. Als je een draaibare Kilo hebt, dan is de draaikrans die we gebruiken om de pijp niet mee te laten draaien, is verwerkt in de dubbele bovenkop. Dat hebben we gedaan zodat je van buitenaf op het eerste gezicht niet ziet dat er een draaikrans gemonteerd is. Dus dan blijft die verrassing een beetje intact. Dit is de draaikrans van de Kilo. Die monteren we alleen op de draaibare versies. En die gebruiken we zodat de pijp niet meedraait als je de kachel draait. Die monteren we in de bovenkop van de Kilo, zodat je van buitenaf niet kunt zien dat die draaibaar is. Je kunt ervoor kiezen om de Kilo aan te sluiten met een verse luchtvoorziening van buiten. Die verse luchtvoorziening is net als bij al onze haarden gemaakt van corrosiebestendige materialen zoals roestvrijstaal en messing. Dit is de luchtbak van de Kilo. Die is helemaal van roestvrijstaal gemaakt om roestvorming door condens te voorkomen. Hier aan de binnenkant, daar zie je het contragewicht, wat ervoor zorgt dat hij mooi soepel heen en weer gaat en dat er een prettige vertraging in het handvat zit. Zoals duidelijk te zien is de Kilo uitgerust met extra dikke zijstenen. Die stenen blijven tot ongeveer 14 uur warm na het stoken en die laten we gieten van ons prisoliet beton. Dat gietproces dat brengt altijd toleranties met zich mee. En om die toleranties op te vangen, gebruiken we deze excentrische stelbout, zodat we de steen mooi uit kunnen lijnen met de rest van de kachel. Die excentrische stelbout die gebruiken we om de steen mooi uit te lijnen met het staal van de kachel. En met die bout stelt ons in staat om zowel de hoogte als de diepte van de steen te kunnen stellen. De Kilo is een veelzijdige kachel. Lekker veel warmteopslag en bovendien draaibaar. Bent u net zo enthousiast als ons over de Kilo? Neem dan contact met ons op.